Het ICT-centrum van Coroni, voorheen de telezuur Hub Coroni genoemd, heeft gisteren haar 5-jarig bestaan gevierd. Het naamwoord is onder meer door de minister van Handel en Industrie, Siglin Burzon, onthuld. Joan Wilson, voorzitter van het cultureel centrum Coroni, CCC, zei dat Coroni over een diamant beschikt, namelijk het zeekabel landingsstation Telezuur, waarmee Suriname digitaal verbonden wordt met de hele wereld. Dit is ook de reden waarom het telecommunicatiebedrijf 5 jaar geleden de Hub of Cyber aan de Coroniaanse gemeenschap heeft geschonken. Wilson gaf aan dat het doel van dit ICT-centrum vanaf gisteren gewijzigd is. De naamgeving van 5 jaar geleden, de Hub, is echt niet bekend in de gemeenschap. En het doel om mensen te laten internetten is door de komst van social media deels achterhaald. Haast elk huis in Coroni heeft de internetaansluiting. En middelbare studenten hebben een mobiele telefoon waarmee ze social media kunnen doen. Van de diverse scholen in Coroni worden change agents opgeleid om het geleerde door te geven aan collega's en studenten, immers de nieuwe weg die we opgaan. Connectivity is belangrijk voor de economische ontwikkeling. Met Godless Creations is de aanzet gegeven om onze IPC-centrum Coroni in te zetten voor ontwikkeling van de creatieve sector. De creatieve sector is in de lift in CARICOM. Het is hoog op de agenda in de CARICOM. Godless is trots en blij om dit event te hosten en hiermee een nieuwe richting te geven aan onze ICT-centrum Coroni. Wilson vroeg zich af als ze droomt dat Totnes het ICT-centrum van de Caribbean wordt. De manager van Telezuur West-Suriname, Dennis Nelom, die de waarnemend directeur Mike Antonius vertegenwoordigde, gaf aan Telezuur als tegenprestatie de Hub aan Coroni heeft geschonken. Tegenprestatie omdat de zeekabel van het telecommunicatiebedrijf in Coroni aan land is gebracht. Ook hebben ze gewoon waar we nu zitten, het CCC-gebouw. Dan hebben ze dus al ook gerestaureerd zodanig dat het dit is geworden wat het nu geworden is. Dus vandaar, met het aanbod van dit centrum, dit ICT-centrum, wilde Telezuur heel graag, en dat wil Telezuur tot nu toe, dat de Coroniaanse gemeenschap daarvan moest benefiten. En dat is jammer genoeg nog niet helemaal gelukt. We zijn intussen 5 jaar verder. We vieren vanaf 5 jaar van die schenking. En wat er dan gebeurd is in die tussentijd, is dat alle scholen nu voorzien zijn van een ICT-lokaal. De First Lady heeft een heel goed gebaar. De scholen voorzien van PC's. En alle scholen hebben dus nu zo'n ICT-lokaal. De belangrijkheid van dit centrum zou dus dan een beetje afnemen. En je zou dus dan een andere invulling daaraan moeten geven. Mevrouw Wilson heeft zo net het een en ander al naar voren gehaald over entrepreneurship en ICT, is die link. Volgens Nelom moet het ICT-centrum de basis zijn van waaruit geweldige ontwikkelingen moeten plaatsvinden. De manager Telezuur West schonk namens het bedrijf een beamer aan het ICT-centrum. Het cadeau werd in ontvangst genomen door Robin Vliet, beheerder van het ICT-centrum. DC Dubé en minister Burleson toonden beide hun blijdschap met het ICT-centrum van Coroni. Zij spraken de hoop uit dat dit daadwerkelijk aangewend wordt voor de verdere ontwikkeling van onder andere de Coroniaanse jeugd. Om verdere inhoud te geven aan het centrum is een nauwe samenwerking ontstaan tussen het CCC, waaronder het centrum valt, en het ICT-bedrijf Spang Macandra. Het bedrijf heeft in het kader van het eerste lustrum van het ICT-centrum een aantal workshops georganiseerd. Deze workshops waren ook deel van de creatieve week van Spang Macandra ter stimulering van de creatieve industrie in ons land.
De workshops zijn samen met gasten uit Trinidad en Tobago en Nana verzorgd.